klanten investeren altijd in waar jij je in gaat specialiseren. Het is nog niet waar je nu bent. En waarin ik jullie wil uitdagen, is om een eigen aanbod in de markt te gaan zetten. Om nog grotere transformatiestappen te gaan maken. Om slimmer te gaan werken en niet harder. Dus jullie werken nu uurtje factuurtje vaak. En hier wil ik jullie nu even mee meenemen. De diepte in. Van wat kun je nou allemaal? Hoezo aanbod, Daniel? Wat betekent dat dan? Hoe ziet dat eruit? Nou, waar kun je dan zoal aan denken? Ik ga je meenemen in een aantal voorbeelden. Dan ga ik even aan die kant staan. Wat je zou kunnen doen, is routinematige terugkerende werkzaamheden gieten in één aanbod. Dus bijvoorbeeld, ik noem even een heel simpel voorbeeld, 20 social media posts per maand tegen een vast bedrag. Dat is even heel simpel. Hier kun je allerlei variaties op bedenken. Je kunt ook een eigen online programma maken. Met kennis wat je al in je hebt. En die kennis voor heel veel mensen in kan zetten. En misschien denk je nu, ja, maar wat heb ik nou te vertellen? Nou, ik weet dat sommigen van jullie al heel veel kennis in jullie hebben. En al hele specifieke kennis die je in zou kunnen zetten. En sommigen van jullie zeggen, nou, maar ik wil daar eigenlijk nog meer over leren. Vergeet niet dat je dat al vrij snel ook weer in kan zetten in een programma. Of je gaat een team opbouwen. En je laat de uitvoering doen terwijl je op de strategie gaat zitten. Je gaat een strategisch groeitraject aanbieden aan ondernemers. 1-op-1, in een groep. Bijvoorbeeld een betaalde mastermind zou ook nog kunnen. Betaalde workshops, masterclasses, webinars. Of een strategisch plan maken. Ik maak 1 plan voor jou en hiermee kun jij verder. Je kunt een retraite organiseren, mentorschap. En je kunt dit ook combineren met een stukje done for you. Want als je een eigen aanbod hebt, word je zoveel meer aantrekkelijker voor klanten. Die op dat aanbod afkomen en dan wellicht alsnog bij je een stukje done for you pakken qua uren. Als je dat nog wil, in het begin misschien wel. En zelfs nog daarna kun je er naartoe groeien om dat helemaal los te laten, als dat goed gaat. Dat je alleen puur op je product gaat zitten. En dan heb je geen last meer om keihard te werken. Of kun je het in verhouding al iets rustiger aandoen. Want met zo'n aanbod verdien je in verhouding veel meer dan je losse uurtarief.